Elke dag reizen er tienduizenden passagiers via Schiphol. Tijdens de vakantieperiode kan dit aantal oplopen naar zo'n 150.000 tot 160.000. Dit kan veel werk betekenen voor de floormanagers op de luchthaven. Tel Aviv, E9. Straight ahead, madam. Just go straight ahead. De floormanager assisteert de passagier, zodat de reis op Schiphol zo optimaal mogelijk verloopt. Vanaf de aankomst op Schiphol tot aan het vertrek van het vliegtuig. De floormanager begeleidt de passagier, hij assisteert en informeert deze, hij ziet toe op regels en houdt de veiligheid in de gaten. In het kader van veiligheid mogen wij dit niet zo laten liggen. Zodra wij niet kunnen zien wat erin zit, bellen wij security of het regiecentrum, die belt security. Daar komt de security bij en indien nodig belt die de kamar. Wat ik ontzettend leuk vind aan het werk als floormanager is dat geen dag hetzelfde is. Je bent midden in de operatie werkzaam. Je ziet alles gebeuren, je maakt alles mee. Je maakt spannende dingen mee. Ik wil er gaan naar het hotel. Een man onwel heeft moeilijkheden met ademhalen. In het geval van een incident wordt de floormanager door het regiecentrum opgeroepen om zo snel mogelijk polshoogte te nemen. Hierbij assisteert de floormanager indien nodig het ambulancepersoneel. Begrepen. Nou, op dit moment is het ambu-personeel en de medic zijn te plaatsen. Dat betekent dat zij het overnemen. Meneer is onderzocht door medisch personeel. Hij blijft in het hotel slapen. Ze hebben hem wat medicijnen gegeven en als het goed is kan hij morgen gewoon zijn vlucht vervolgen. Dus bij deze heb ik mij afgemeld en ik ben weer beschikbaar voor de volgende.